Dames en heren, welkom bij CIO TV. We zijn hier bij de beurs van bijlagen. We hebben CIO Dag 2014, waarbij de beste CIO wordt gekozen. En dankzij Verizon, moet ik even bijzetten. En ik heb hier Bas van Werven. En Bas van Werven, wat denk je nou? Bas van Werven met CIO, überhaupt met ICT. We kennen hem toch van brullende auto's. Maar hij presenteert al 10 jaar CIO Dag. Bas, ja, en het nieuws. En het nieuws. Maar Bas, jij bent toch niet echt gewoon een technologieman? Hoe kom jij in godsnaam bij een stelletje ICT'ers terecht? Nou, dat komt eigenlijk dat ik via de CFO's, via de financiële functie, in die IT-wereld gekomen ben. In 2004, hè? Ja? Toen IT nog een commodity was. Toen had je nog een mannetje die deed pennetjes, papiertjes, snoertjes en hardware. Ja, ja. En dat was, ook. En later kreeg je het stempel CIO. Werd gewoon, en nu ben je belangrijk. Ik heb die hele transitie meegemaakt. Dat is heel mooi. We hebben, ja, 10 jaar geleden, 2004. Niemand had een smartphone. Nee, ik wel. Ik had een, ik stak mijn hand op. Ik had een BlackBerry. En BlackBerry was een big deal. Jawel, ja. Want we hebben ook, in 2003 heb ik het hele CDA uitgerust met BlackBerries. Weet je nog? Dat balken en met een BlackBerry en het hele CDA had een fantastische overwinning. Dus de BlackBerry was er toen. Ja. Ik heb trouwens net de update inderdaad gehad. Maar nog niet veel. Het was absoluut nog niet helemaal dan. Ik stond nog met Q-cards. Q-cards. En dit is mijn Q-card tegenwoordig. Oh, dat en doe je iPad wel. Staat alles op. Tuurlijk. Okay. Dus ik ben, nog ik ben geen ook smartphone. Digital mobiele savvy. Mobiele was nog niet begonnen. Ja. Internet was toen wel... dat was er. Internet, we hadden net de internetcrisis achter de rug, zeg maar. Ja. En waar praten die mensen toen over? Het was toen heel belangrijk. Zijn wij wel genoeg aangesloten met de business? Aha. Oh, die dat tegenstelling business en ICT. Wat je toen al zag, was dat IT niet alleen maar de procesleverancier is of de invuller is van de processen. Maar waarbij ook wordt gekeken, hoe gaan wij nou later met IT om te zorgen dat ons bedrijf als bedrijf een stukje verder komt. Ze wilden haar serieus genomen worden. Business partnering, tuurlijk. Ja. Ze wilden die C ervoor. Je moet C-level zijn. Ze wilden uit Want de bezemkast. Anders ben je van information over, ze word je nog niks. Doe je nog steeds pennetjes, clipjes en computers. En ze wilden uit de bezemkast. En dat is aardig gelukt. Ja? Dat inmiddels is het toch niet meer een functie die weg te denken is. Hoewel, als je vandaag luistert, goed luistert, tussen de regels door, zegt iedereen niet in silo's denken. In die boord is hartstikke leuk dat je een event hebt die is voor dit, maar juist voor dit, dat zo ingrijpend is. Data, digitalization, the Internet of Things, alles wat er ons afkomt, zorgt ervoor of dicteert dat je horizontaal moet gaan denken. Iedereen moet dat agenda, die digitale agenda, eigenlijk tot de zijne maken. Oké, dat is 2014, hè? Geïntegreerd denken. Jij moet net zoveel in businessprocessen kunnen denken als digitale processen en het mogelijk maken. Heb jij nou het idee in die afgelopen 10 jaar dat het de ene hype naar de andere was? Hè? Eerst begonnen met internet en dan business transformation. De cloud. En dan nog big data en mobiel en dingen. Is het gewoon de ene hype naar de andere of heb je ook echt iets zien veranderen? Nee, maar er verandert echt wat. En er zijn dingen die we toen hoorden. De cloud, nou dat was helemaal... Dat is normaal. 3-4 jaar geleden. Dat is normaal. Het is doodnormaal. Ja? Dat je weet dat je bepaalde applicaties of spullen die je hebt niet meer op het ding staat, maar normaal. In de cloud. Ik had net de CIO of degene van Leaseplan. Ja. En die zei: ja, we gaan nu van een privénetwerk. Gaan we nu de komende 3 jaar gaan we een stukjes naar de wegsturen, op het internet. En dan we gaan ook diensten afnemen uit de cloud. Dus dat is niet normaal. Ja. Daar beginnen ze nu pas mee. Maar dus eerst moet je er dus 5 jaar over lullen. Ja. Ja, en het gek is, 4 jaar geleden is deze community er al mee gestopt om over te lullen. Die cloud is er gewoon. Moeten we niet over hebben. Big data, hartstikke leuk. 3 jaar geleden gaan, moeten we niet meer over hebben. Is er gewoon. Oh. Dat vindt adaptatie later in de wereld pas. Heel gek. En het leuke is als je naar die presentatie van Peter Korsten vandaag kijkt. Die zegt, uiteindelijk wie hebben nou goed op de bril wat er gebeurt in die wereld. Dat zijn de CEO's. Wie is Peter Korsten? Korsten is een global thought leader voor IBM. Een van de topconsultants in de wereld. Een man die bezig is met hoe gaan dit soort processen, hoe ga je als bedrijf door zo'n transitie heen om jezelf digitaal op de kaart te krijgen. En het leuke is, wat ik altijd maar roep, voor de mensen die er niets van begrijpen. Vroeger hadden we een bedrijf dat bedacht voor jou Philips, invents for you. Weet je nog die slogan? Ja. Maar tegenwoordig, you invent for Philips. Dat is het verhaal. Wij hebben als consument 1-op-1 contact met een bedrijf. Ja. Your customer is one click away. Ja. Dat mooiste is ook, if he clicks you away, you lose a customer. Dat is ook het andere verhaal. Ja, het is heel vermoeiend om gewoon al die relaties te gaan managen. Dat kan niet. He, want die bedrijven zijn daar helemaal niet. We hadden het inderdaad over Tata. Die had het over digitale manufacturing. En zei,
ach ja, die manufacturing die wordt iets anders. Maar veel belangrijker is dat elk product wat uit de fabriek gaat, wordt gemanaged daarna. Ja. Wordt een relatie, gaat terugrapporteren. En dat zijn dus gewoon ja, heel veel relaties per dag die weer gewoon terugkomen. Ja, ongelooflijk. Dat geeft een totaal andere visie op hoe je je bedrijf voor je moet doen. Ja, nog even in de tussentijd. Heb jij het ook wel een beetje gemerkt? Internet is gekomen, televisie, radio, werd ook een beetje digitaal. Maar eigenlijk, radio en tv, is de afgelopen 10 jaar is er nou veel veranderd? Nee. Nee, ik denk dat ik, en dat kunnen we achteraf constateren, in een aanstaand dode omgeving werk. In een wat? Een aanstaand dode omgeving. Dit is een klinisch dode. Televisie zal altijd blijven, is nu voor de oudere doelgroep interessant. Die weet maar iedereen kijkt nog gemiddeld nog steeds gewoon die 3 uur en 15 minuten. Ja, alleen die content en de manier waarop en de tijdstippen waarop, ja? Die worden anders geconsumeerd. En wat wij deden in onze generatie is kijken in het programmagidsje. Ah, het begint om 8:30. Ja. Jouw kinderen en mijn kinderen, die kijken niet. Het begint om 8:30. Die kijken, wat kijken mijn vriendjes? Waar moet ik bijblijven? Maar de ouderen doen dat nog wel. De ouderen doen dat nog wel. Dat doen de ouderen wel. Dat betekent dus wel dat producties er altijd blijven. En daarom zit ik ook graag in het nieuws. Ik ben presentator van Avrotols 1 vandaag. Ja. Het mooiste is duiding bij het nieuws. Ik heb het wel eens gezien. Ja. Is altijd de right now business. Ja. Nieuws ja. Is iets wat voor televisie blijft, omdat het daar gebeurt. Maar ja. Televisie is dan ook gewoon op je iPad, op je smartphone. Hè? The Internet maar of Things. Merk je er nou iets van gebeuren. In die 1 vandaag? Merk je nou iets van het feit dat alles. Mensen gewoon shifted zijn en anders, of dat Twitter een beetje iets erbij doet. Ik heb nog steeds meer dan 1 miljoen kijkers per dag. Ja. Mensen bekijken activiteiten dus, in de Riek van Nederland. Maar daar moet je niet naar kijken, want dat is je homebase. Ja. Je moet kijken wat er omheen gebeurt. Als je kijkt hoeveel pageviews we hebben, welke onderwerpen we eruit halen op onze internetsite, dat is booming. Ongelooflijk. En het leuke is ook dat we andere content gaan brengen. Maar is het dan voor de nieuws, is het of voor de onderwerpenselectie belangrijk? Of is het ook gewoon qua bereik belangrijk? Het bereik is belangrijk. Nee, maar het leuke is van internet. Je kunt mensen op een andere manier, op een ander tijdstip meer aanbieden dan je ze in een televisiestudio aanbiedt. Dus we kunnen dieper graven. We kunnen storytelling doen. We kunnen dossiers volgen. We kunnen er blogs aan hangen van collega's die met een bepaalde zaak bezig zijn. Dat maakt het hele beeld. En het is een propositie naar je klanten. Vergis je niet, wij hebben klanten die daar naar kijken, die betalen mijn salaris. Die mensen moet je optimaal kunnen informeren. Dat doen we door steeds meer dedicated te bieden. Als ze dus zeggen, nou, ik ben geïnteresseerd in dat, wat Google en Amazon ook doen, dan kunnen we ook zeggen, als je dat leuk vindt, vind je dat onderwerp ook leuk. Doe je dat nu? Jazeker. Dat doe je nu ook, zoals ik daar nu in zit. Aha. Je bent ook samen, je bent ook samen met die Avro en Tros zijn nu samen, hè? Ja. Merk je daar iets van? In de praktijk, bij zo'n programma. Want het programma 1 vandaag zit, is dat van de Tros of van de Avro? Was altijd al Avro Tros, want ze samenwerken al jaren. Okay, dus wij zijn, daar is helemaal niks maakt veranderd eigenlijk. Het niets uit. Nee. En maar die zijn wel met 1,3 miljoen leden. Is Avro Tros nu eigenlijk een groot enorme, en enorme die dominant. Ja. Merk je daar iets van op de werkvloer? Nee, niet. Nee, dat is een, nee het lekkere is... Dat is je zou zeggen. Dat, je zijn gewoon dat is cultureel bepaald. Je zijn instituut. We maken televisie en dat doen we toch... Avro heeft altijd gezegd, ja, wij zijn er, je hebt doelgebieden aangewezen destijds. Yeah. Nou, we claimen medicijnen, we claimen klassiek muziek. We claimen, nou, wij claimen muziekfeest op plein en de bananasplit. Yeah. Over het algemeen werd altijd gezegd, Tros een beetje plat amusement, klopt. Yeah. Maar uiteindelijk is het Afro's Weekendquiz met loslopende cavia's in de jaren 70. En kitsch en kunst en zo, dat soort dingen. Maakt niet uit. Okay. Het is gewoon laatste ding van Bas, naast een boeiende dagvoorzittercarrière en zijn presentatie op tv, is hij ook nog autogek. Ja. Ja. Is Bas nu van overtuigd dat elektrisch rijden de toekomst is? Nadat hij iedereen elke auto altijd heeft afgezekerd die elektrisch was en die niet met 8 motoren vroom vroom deed? Nee, ik ben er nog steeds niet klaar mee. Nee, ik blijf toch... Ik heb een Tesla gereden, nieuwe i3. Ja. Ik hoop de i8 te gaan rijden, nieuwe BMW. Waardeloze auto. Ja. Maar ik heb er 3 dagen in gereden. Een Tesla is niks, volgens niks. Mij. Okay. Echt, maar los helemaal dan, niks. Even terug naar de basics. Ja. Wat willen we nu? We gaan fossiele brandstof vervangen voor een systeem waarbij we fossiele brandstof op een andere manier gebruiken. Het is een beetje zeggen, je hoeft niet meer je eigen varken te slachten, waar bloed uitkomt, dat doet pijn. Ja, dat is vergelijking naar benzinemotoren. Mijn Tesla, ik heb een windmolentje gekocht, 1 keer 4000 euro... en ik krijg 50.000 kilometer van die windmolen per jaar om te rijden. Ik kan 50.000 kilometer van een windmolen rijden. Okay, maar dat doe je zonne-energie wordt, nee, maar zonne-energie wordt de alle goedkoopste energiebron alle tijden. Dus dat is, daar kun je geen... Ja, dat is niet, zolang, niet meer... zolang wij nog fossiele brandstof gebruiken om energie op te wekken... Nee. Je ziet gewoon elektrische auto's met zonne-energie en windenergie, zie je enorm snel groeien.
Ik ben heel benieuwd of dat kan. Het punt is nu wel dat onze regering stimuleert, overstimuleert bepaalde modellen. Ja. Wat ik disruptive vind, omdat het gewoon een marketing tool betekent. Vanuit de staat aangestuurd. Dat klinkt communistisch, daar hou ik niet van. Dat is één. Nee. Twee. Voor iemand die bij een staatsomroep werkt, nee, dat vind ook ik ook. Dat hoort niet. Dat hoort niet. Andere is. Fijn, dank je. Het andere is dat je. Ik vind dat als je nou wat wil stimuleren als overheid. Dan moet je zeggen, alle auto's die aantoonbaar rijden op je eigen molentje. Dus u koopt een Tesla, meneer Evert, krijgt u een windmolen in uw tuin. Ja, wil u heb dat? Ik, ja. Ja, jij wel. Ja, ik heb een windmolen in de polder. En ik krijg daar, ik ben 1.000ste eigenaar van die molen. En daar kan ik 50.000 kilometer mee rijden. Maar je hebt nu gehoord dat die molens, die worden afgebroken, 170 stuks. Omdat er een nieuwe subsidieregeling is van 306 miljoen. En dan komt er een nieuwe molen. Ja. Nou, maar ik heb een oude molen van 10 jaar. Ja. Heb ik een stukje en die van doen gekocht. Het nog steeds. En daar heb ik een stukje van gekocht. Okay. Die is dus verkocht. Okay, en die is inderdaad ergens anders opgebouwd en ik. Maar Tundra elektrisch, wat ik altijd mis, is dat motorgeluid. Dat lekkere, dat doet het bij mij wel. Dames en heren. Heerlijk. We gaan afsluiten. Na 10 jaar is Bas van Werven nog steeds een enthousiast dagvoorzitter, presentator en een rijder van Vroom Vroom auto's. Ja. Leuk om even 10 jaar mee te denken van Bas. Dit was CIO TV. We krijgen zometeen Bas van den Burg. En dan gaan we even een hele, ook een ander iemand die ook. Hij heet Ben van den Burg. Ben van den Burg. Ben van den Burg. En dan gaan we eens even kijken van hoe hij bij BNR op het ogenblik bezig is. Dit was CIO TV, mogelijk gemaakt door Verizon. Tot zo.